gaan we voor gas of gaan we voor duurzaam? We gaan voor beide. We allebei samen kolen eigenlijk als een soort gemeenschappelijke vijand hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we op weg zijn naar een meer duurzame energiemix. Van elke euro die wij in Nederland verdienen aan gas, gaat 75% toch naar de schatkist. Nederland is de grootste aardgasleverancier van Europa. En op 8 na de grootste van de wereld. Maar waar zit al dat gas? Onze grootste voorraad zit in het zogenaamde Groningenveld bij Slochteren, dat in 1959 werd ontdekt. Een enorm veld van toen 2600 bcm. 2600 miljard kubieke meter. Ter vergelijking, we gebruiken in ons land zo'n 50 bcm per jaar. Het Groningenveld behoort tot de 10 grootste van de wereld. Tegenwoordig komt ons gas uit honderden kleinere velden op land en op zee. Genoeg voor zo'n 50 jaar aardgas. Wereldwijd is er een geschatte voorraad voor 250 jaar. Het ECN, het Energieonderzoekscentrum Nederland, verwacht dat in 2050 35% van onze energie duurzaam wordt opgewekt. De rest, 65%, komt ook dan uit fossiele brandstoffen. En daarvan is aardgas de schoonste. Het is in termen van CO2 het beste van de fossiele brandstoffen, maar het kan ook helpen die duurzaamheid te versnellen. Als er geen zon is of geen wind, heb je wel iets nodig. En gascentrales die kun je heel snel aan- en afschakelen. Dus het dient ook als backup voor duurzaam. Dus mijn stelling is, de vraag is niet van investeer je een euro in gas of in duurzaam. Dat is een verkeerde vraag. De vraag is van het fossiel dat je moet gebruiken, waar kies je dan voor? En dan is gas voor Nederland de allerbeste keuze. Ik denk dat wat interessant is, dat we allebei samen kolen eigenlijk als een soort gemeenschappelijke vijand hebben. Kolen is gewoon vies, is de ouderwetse technologie. Gas heeft last van de concurrentiepositie, de sterke concurrentiepositie van kolen. Dus ik denk dat we daar elkaar ook weten te vinden. Gas ons ook eigenlijk heel veel welvaart gebracht op een ander vlak. En dat is gewoon werkgelegenheid. Wij zijn in Nederland natuurlijk een gasland bij uitstek. En dat, er zijn heel wat mensen werkzaam, zowel in Nederland als Nederlanders in het buitenland, op het gebied van allerlei technologieën die met gas te maken hebben. Voor de overheid is de Nederlandse gasmarkt ook erg belangrijk, want het levert een hoop geld op. En in deze economisch moeilijke tijden is dat zeer van belang, lijkt mij. Op dit moment kennen we in ons land en op de Noordzee ruim 400 aardgasvoorraden. Dat gas zit in poriën van steenlagen op een paar kilometer diepte. 250 velden zijn op dit moment in productie, waarbij het grote Groningenveld als buffer zoveel mogelijk wordt gespaard. 4 velden gebruiken we voor ondergrondse gasopslag. En zo'n 100 velden moeten nog ontwikkeld worden. Daarbij geeft seismisch onderzoek van de aardlagen een indicatie of er gas kan zitten. Zo is onze hele bodem al in kaart gebracht. Maar de nieuwste 3D-technieken zien meer details. Daarom is dit jaar opnieuw 3000 vierkante kilometer onderzocht. Echte zekerheid levert een boring. Dan blijkt of de gevonden gasvoorraad groot genoeg is en of het winnen technisch goed kan. Zo'n boring kost op land al gauw zo'n 15 miljoen euro. Op zee kan het gaan om 3 keer zoveel. Of daarna een veld rendabel te winnen is, hangt dus onder andere sterk af van de omvang van de voorraad. Per veld dus een afweging tussen investeringen en opbrengsten. Onze overheid heeft daarbij besloten dat eerst de kleine velden in productie gaan. Het kleine veldenbeleid is een beleid uit de jaren 70... waarin de kleine velden in Nederland, zowel offshore als onshore, eigenlijk preferent worden geproduceerd. Het Groningenveld wordt gespaard om als een soort buffer voor de tijden dat het erg koud is te dienen. De economische wetten gelden natuurlijk ook voor de producenten van aardgas. Dus als het te duur wordt om het gas te produceren, ja, dan zal er niet geïnvesteerd worden in die gasvelden. Daarom denk ik dat innovatie ook erg belangrijk is. Je moet op zoek gaan naar steeds betere, efficiëntere winnings- en opsporingstechnieken.
Ik denk dat we daar in de historie in Nederland erg succesvol zijn geweest. En ik zou niet weten waarom we dat in de toekomst ook niet zouden zijn. Dus dat betekent dat als je aardgas uit de grond haalt, dat je ook breder moet gaan kijken naar een breder welvaartsprincipe. Dus niet alleen maar voor de schatkist en voor het bedrijf wat het ophaalt. Maar ook gaan kijken van hoe kan je een stukje daarvan investeren in je toekomst. En dat kan de toekomst dichtbij zijn. Bij de dorpen, de natuur, de openbare voorzieningen bij de plek van het project. En het kan ook voorzieningen zijn voor de Nederlandse samenleving als geheel. Hè? Dus dat je investeert in meer duurzame energie. Het is dus belangrijk dat we samen die weg bewandelen. Want we hebben en zoveel mogelijk duurzaam en zoveel mogelijk gas nodig. Want alles wat we aan gas laten zitten, komt er als steenkool bij. Gas winnen uit kleine voorraden, daar gaat het om. Hoe dat in zijn werk gaat, bekijk daarvoor het item over het winnen van gas. Tot ziens.